Paramaribo Focus Lions Club, PFLC, heeft een groentetuin inclusief plantenkast gedoneerd aan het Maria Internaat. Clubpresident Safira Ilahi Baks zegt dat de organisatie sinds vorig jaar bezig is met dit Green Garden project. Het project is in samenwerking met de Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, ICA, en de Surinaamse Militaire School tot stand gekomen. De Lions Club gaat in op de noden van de samenleving en probeert die te verhelpen middels projecten, zegt Ilahi Baks. Als club hebben we dus besloten om dit project, de Green Garden Project, uit te voeren met de focus op environment en hunger relief. En we zijn vorig jaar gestart hiermee met dit idee. We hebben fundraising uitgevoerd om dit te realiseren. En dit jaar, in mei, zijn we dus echt gestart met de planning. En daarna de uitvoering in juni. Shefani Folafin, leider van het Green Garden project, vertelt dat de organisatie een hydroponic systeem wilde opzetten bij het Maria Internaat. Echter was dat naar de omstandigheden van het kinderthuis niet optioneel. Legermajoor Brian Landveld legt uit dat het leger bij dit verzoek gelijk heeft ingestemd. En vandaaruit hebben ze dus een advies gegeven om liever geen hydroponic systemen te installeren of op te zetten, maar gewoon een greenhouse, een shadehouse te doen met bedden, waarbij er ook ruimte is om het te vergroten of grotere en andere verschillende gewassen te planten. Dus dat is initieel gebeurd in mei en vandaaruit is er dus een planning gemaakt. We hebben teruggegaan naar de club natuurlijk, een planning gemaakt, een begroting, we hebben gezocht naar sponsoren. Toen hebben we het in de club goedgekeurd gekregen. We hebben gezegd we gaan het implementeren. We zijn op zoek gegaan naar andere partners, want de ICA was al on board. We hebben het leger erbij gehaald en toen zijn we dus eigenlijk begonnen om echt de spullen te kopen en te bouwen. Vanaf het moment dat we dus het verzoek gehad hebben van de Lions Club, hebben we daarmee ingestemd. Omdat het Nationaal Leger niet alleen een grondwettelijke taak heeft, maar het Nationaal Leger ook een bijzondere taak heeft. En dit is dus een van de bijzondere taken waarbij het Nationaal Leger ondersteund bij initiatieven die komen vanuit een organisatie zoals de Lions, NGO's, die dus gericht zijn op een ontwikkelingsdoelen. PFLC onderscheidt zich door jong professionals in de gelegenheid te stellen om op basis van fellowship, mutual understanding en creativity duurzame oplossingsmodellen los te laten op vraagstukken in de gemeenschap.